dan is er altijd weer die Busso V6 om dat lekkere sfeertje te creëren. Welkom bij deze Autovisie-vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rijd mee met Peters Proefrit. Het is een onbegrepen en daardoor zeldzaam model. Het is de Lancia Kappa Coupé. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit. Met vandaag dus de Lancia Kappa Coupé. Een auto die met zijn eigenzinnige lijnen alleen een heel klein groepje liefhebbers wist aan te spreken. Deze coupé is op basis van de Kappa en die is geproduceerd tussen 1994 en 2000. En het was de opvolger van de Thema. Hij was er eerst als sedan, later ook als station wagon. En tussen 1997 en 2000 werd hij ook geleverd als coupé. En het was sinds het verdwijnen van de coupé-versies van de Beta en van de Gamma in 1984... sinds lange tijd weer het Lancia met een tweedeurs variant kwam. En die moest de rijke traditie van Lancia met deze carrosserievorm in ere herstellen. Maar dat is met deze laatste coupé van Lancia in elk geval qua verkoopcijfers niet gelukt. Deze auto had de pech dat in 1997 ook de Peugeot 406 coupé op de markt kwam. De Mercedes-Benz CLK en de Volvo C70. Dat waren voor het grote publiek auto's die veelal mooier waren, sportiever waren, voordeliger waren. En die concurrenten wisten dan ook een bredere doelgroep te raken dan deze Kappa coupé. En dat zie je dan ook terug in de productiecijfers. Er zijn er uiteindelijk minder dan 3300 geproduceerd. En ondanks die lage productieaantallen is het ruim 25 jaar later toch een betaalbare coupé. Lancia koos niet de goedkoopste oplossingen voor deze coupé, want hij wijkt behoorlijk veel af van de gewone Kappa. Van voorbumper tot voorruit is die hetzelfde, maar voor de rest is die compleet anders. De voorruit ligt vlakker, de deuren hebben geen stijlen. De achterschermen, het dak en de achterklep die werden allemaal specifiek geperst voor deze coupé. De wielbasis is 12 centimeter korter, hij is bijna 4 centimeter lager. En omdat hij zoveel afweek van de gewone Kappa, werd hij ook niet tussen de normale versies gebouwd. Maar werd hij door de carrosseriebouwer Maggiora deels met de hand in elkaar gezet. En de een vindt hem spuuglelijk, onsamenhangend. En de ander vindt het een prachtige coupé, vol met subtiele verwijzingen naar die elegante coupés van Lancia uit het verleden. Ik heb het altijd een fascinerend model gevonden. Mooie slanke neus, vloeiende lijnen, die mooie modelspecifieke sterwielen. En vooral van de zijkant vind ik hem heel erg fraai, met dat kleine korte portier en dan die plompe, wat zware achterzijde. Het is net alsof iemand met een duim bovenop het dak drukt, waardoor die aan de achterkant een beetje in zijn veren zakt. Maar er zitten ook hele mooie details in, hè? Die verzonken achteruit, die kleine finnetjes in die achterschermen, die chique vergroomde accenten rond die raamstijlen, dat vergroomde ornament tussen de achterlichten. En die achterlichten die komen van de Delta om geld te besparen. En de achterwielen staan ook wat te ver naar binnen. En dat zorgt er vooral voor dat hij op heuphoogte nogal zwaarlijvig oogt. Maar zeker in dit Energy Blue heb ik het altijd een gave, boeiende verschijning gevonden. En van binnen was het voor die tijd ook een exclusieve beleving. Met leer in de deuren, met hout. Met een goede zitpositie op Recaro stoelen met leer van Poltrona vrouw. Met een overzichtelijk dashboard met airconditioning, elektrisch bedienbare stoelen. Stoelen die ook elektrisch naar voren schuiven, zodat je makkelijker naar de achterbank kan. Achterin kun je als volwassene ook zitten. Een flinke kofferbak. Het was een echte vierzits coupé. En van binnen was het zeker voor die tijd een smaakvolle plek. En door die bijzondere, voor sommigen misschien zelfs bizarre vormgeving, werd die overvleugeld door de concurrentie.
Nederland werd die geleverd met een 2,4 liter 5 cilinder met 175 pk. Of met deze 3 liter V6, de Busso motor van Alfa Romeo. In andere landen werd hij ook nog geleverd met een 2 liter turbomotor uit het thema met 205 pk. Maar deze V6 motor die past prima bij het karakter van deze Kappa coupé. Hij levert 204 pk bij 6300 toeren en een maximum koppel van 270 Nm bij 4500 toeren. Hij heeft een topsnelheid van 220 km per uur en sprint in 9,8 seconden naar 100. Hij heeft voorwielaandrijving en weegt 1515 kilo. We kennen dit blok natuurlijk uit allerlei Alfa's. Het is... prachtig, warm geluid. Altijd gekoppeld aan een viertraps automaat, in dit geval van ZF. Als je rustig rijdt en hem mild bedient, is het een hele vloeiende, soepele aandrijflijn. Dan schakelt die automaat rustig, zachtjes. Ga je hem wat meer op toeren rijden? Hij kan door tot 7000 toeren. Ja, dan merk je dat er het temperament van Alfa Romeo in zit. Dan voel je dat hij gretig doorgaat na 7000 toeren. Dat het vermogen bovenin zit. Maar dat hij ook in het midden toerengebied heel veel koppel heeft om deze auto op gang te brengen. Ja. Prachtig warme roffel. En als je wat harder gaat rijden, dan merk je wel dat die automaat daar niet op berekend is. Dan voelt het alsof de uitbundigheid van die V6 getemperd wordt door die automaat. Die 1000 toeren. Geef ik gas. Ah, wat klinkt zo'n Busso V6 toch? Geweldig. En wat loopt die mooi door in toeren. Voelt het vuur van Alfa Romeo branden in deze V6. Een prachtige motor die voor je gevoel een beetje met zijn ziel onder zijn arm loopt in deze Kappa coupé. En als je met deze auto rijdt, dan voel je gelijk zijn intenties. Hij probeert niet sportief te zijn, maar probeert vooral comfortabel te zijn. Besturing is heel licht. Er zit geen gevoel in. En ondanks die kortere wielbasis van 12 centimeter is het bepaald geen auto die lichtvoetig of heel bewegelijk aanvoelt. Hij voelt wat log, hij voelt wat zwaar. Soepel gedempt, je voelt hem een beetje deinen, je voelt hem behoorlijk veel rollen. En zeker op wat korte bochtenwerk, ook door die gevoelloze besturing, stuur je snel wat te veel. En dan heeft hij een sterke neiging tot ondersturen. Maar in van die flauwe, snellere bochten, als dat koetswerk wat meer tijd krijgt om zich te zetten. En als hij dan eenmaal staat, dan gaat hij eigenlijk best wel met vertrouwen en vastberadenheid de hoek om. Kijk, hier stuur je in, even zetten. Als hij dan staat, dan, ja, dan kun je door op het gas te gaan. Dan voel je die voorkant hem de bocht uittrekken. En dan is er altijd weer die Busso V6 om dat lekkere sfeertje te creëren. Hij is nog ineens heel slap geveerd, maar het is vooral de soepele demping waardoor hij wat zwaar en wat log. En waardoor die koetsbewegingen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Maar ja, als je instuurt en dan staat hij en begint hij een beetje over zijn voorwielen te glijden, stuur je wat uit, dan gaat dat weer weg. Ga je op je gas, trekt die V6 hem de hoek uit. Het is allemaal niet zo dynamisch, maar het is ook niet hopeloos. Je voelt gewoon dat de prioriteiten van Lancia ergens anders lagen. Bij luxe, bij comfort, bij misschien een wat oudere bestuurder. Hij heeft geen jeugdige scherpte, maar het is meer een soort van gearriveerde gelatenheid. Hij heeft geen drang om zich te bewijzen in bochten.
maar is zelfverzekerd over zijn comfortkarakter. Nou, maar toch in zo'n bocht, als hij dan staat, dan heeft hij ook wel de verbetenheid om die bocht tot een goed einde te brengen. En toch was het allemaal niet genoeg voor deze Kappa Coupé om de schitterende oude tijden van Lancia te laten herleven. Deze Kappa Coupé komt uit 1997, heeft 300.000 kilometer gelopen. Staat te koop bij autohuisgroenlo.nl uit Groenlo en ze vragen 15.000 euro. En daarvoor krijg je een bijzonder vormgegeven model met een heerlijke V6, waarvan er nog geen 3300 zijn gemaakt. Het is de laatste coupé van Lancia.